Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Dit is misschien een beetje een rare setting zo, maar ik zit op kantoor en ik wil eigenlijk editen. Maar toen dacht ik van waarom neem ik niet even snel een video op, want ik heb het echt al weken klaar liggen en ik heb het gewoon nog niet opgenomen. Ik heb namelijk een tijdje geleden even bijgehouden wat wij in een week uitgeven tijdens quarantaine. Ik heb heel vaak voorbij zien komen mensen echt dus gaan noteren wat ze in een week uitgeven. Maar ja, we zitten nu natuurlijk in quarantaine. Dus ik was eigenlijk heel erg benieuwd hoeveel we uitgeven tijdens quarantaine. Je zou denken dat we minder hebben uitgegeven. Maar ik ben er best wel van geschrokken eigenlijk. Ik heb het denk ik 2-3 weken terug heb ik het echt allemaal bijgehouden. Toen heb ik het eigenlijk nooit meer opgenomen. Ik weet niet waarom. Dit was echt aan het begin van quarantaine. En dat zie je ook echt terug in wat ik allemaal heb aangeschaft. Let's start. Op maandag heb ik een concealer besteld. Eentje van €24,74. Hij is namelijk van Benefit en is mijn lievelingsconcealer op het moment. En ik moest hem echt weer bijbestellen. Ik kon makkelijk naar beneden lopen en even een concealer halen van €3. Maar nee, mevrouw moest weer een concealer halen van bijna €25. Nessim heeft op maandag een Dragon Ball Z trui besteld voor €13. En een lamp met On Air erop, ook voor €13. Die vond ik echt heel erg leuk. Het is voor opnames eigenlijk, voor zo'n podcast volgens mij. Ook hebben we samen een nieuwe blender gekocht. We hebben een mega blender thuis. We wouden zo'n kleine om gewoon smoothies te maken deze dagen. We hadden toen opeens heel erg zin in smoothies, dus we wouden gewoon een nieuwe blender. We hebben eentje gekocht van Nutribullet. Die heeft ons €99,95 gekost. Guys, onze blender is binnen. We hebben gekozen voor deze van Nutribullet. In de kleur, ja wat is het, brons of zo. Ik vond deze echt heel erg mooi. En super handig, ik krijg er 2 bekers bij. Dus yes. Lekker. En ik was daarna echt boos toen we hem hadden gekocht. Want je kon hem overal kopen voor €79,95. Maar wij hadden hem gehad bij Mediamarkt en daar was hij gewoon €20 duurder. Dus ik was echt gewoon pissig die dag. Maar goed, ik heb hem niet teruggebracht. Ik heb hem gewoon dezelfde dag nog gebruikt. Dinsdag waren mijn lenzen op. Dus hebben we even nieuwe lenzen voor mij gehaald. Bij de Ethos. En toen heeft Nessie ook gelijk eiwitrepen voor zichzelf gehaald. En dat heeft ons €39,36 gekost. Ik heb er dus niet bij verteld dat zowel mijn kosten als die van Nessie worden meegerekend. Want ik dacht van ja, met quarantaine geven we weinig uit. Dus beter om gewoon de kosten van allebei op te nemen. Maar ik weet niet of dat heel handig was. Maar dat jullie het even weten. Maar we hebben dus lenzen en eiwitrepen gekocht voor €39,36. En we hebben boodschappen gedaan voor €20,58. Ja, wat heb je gedaan? Ik heb boodschappen gedaan. Dat heb je helemaal gekocht. Albert Heijn is echt slim, hè? Wat dan? Want ik ging naar binnen toe. Ik zeg, meneer, mag ik even snel daar bij de kassa die koude drank en cola zero'tje pakken? Ja. Ze zeggen, je moet wel gewoon met de kar naar binnen toe. Ja. Maar als je met een kar naar binnen gaat, dan ga je automatisch dingen kopen. Ja. Dus ik heb weer een heel rondje gelopen. Ik ben nu weer €30 verder. Oh mijn god, Nes, maar je hebt ook echt... Ja, maar deze was in de bonus. Ben en Jerry. Deze was normaal gezien €6 nog wat. Ik heb voor €3 gehaald. Meegehaald. Koffie voor de panto. Oh, cappuccino, colaatjes. Ademai, en dit is jouw koude cola. Waar ik eigenlijk voor kwam. Nou, die dag. Wat wij deze dagen doen is eigenlijk gewoon heel veel thuis blijven of naar kantoor toe, zoals je hier ziet. En daarom moet ik ook af en toe tanken. Dus ik heb die dag €20 getankt. Ik dacht, ik krijg toch niet zoveel. Dus ik tank even €20. Kan ik heen en weer rijden. Dus dat heb ik gedaan. En toen was ik op kantoor. En dat was in de dagen dat wij nog niet echt zo heel erg gezond bezig waren. Toen had ik €1 gevonden in mijn tas. Toen ben ik snack gaan halen hier op kantoor. Beneden daar hebben ze zo'n snackautomaat. Toen heb ik nog een reepje voor mezelf gehaald. Ik had daar echt heel veel zin in. Op woensdag. Ja. Hieraan kun je dus merken dat het begin van quarantaine was. Want ik heb hier dus een nagelset gehaald. Mijn nagels waren er echt zo slecht aan toe. Toen heb ik zo'n lampje gehaald. En zo'n elektrische nagelvuil en zo. En dat heeft mij in totaal €80 gekost. Dat is best wel veel. Maar goed, dat koop je ook maar 1 keer. Dus het zijn eenmalige kosten. Net zoals de blender eenmalige kosten. Voor de rest heeft Nessie op kantoor nog een broodje besteld. Een bocadillo. Dat is zo'n broodje met friet erin. En dan kan je lekker vlees bestellen. Met, je kan kiezen dan tussen kip, garnalen en gehakt. En het is echt zo lekker. Echt het lekkerste broodje ever. En hij heeft er ook soep bij besteld. Harira. Voor €9,45. En ook heeft vandaag Nessim getankt. Ik heb dus gisteren getankt, maar Nessim heeft vandaag getankt. Want we gaan gewoon met 2 auto's naar kantoor. Want soms ben ik eerder klaar dan hij. En we willen niet op elkaar wachten en elkaar in de weg zitten. En hij heeft voor €50 getankt. Op donderdag hadden wij geen kosten. We waren gewoon thuis. We hebben ook thuis gegeten van onze boodschappen. Dus niks uitgegeven. Vrijdag hebben wij weer boodschappen gedaan voor €46,55. Dus ik schaam me gewoon dood. Maar
Nesim is weer naar de supermarkt gegaan. Mirjam voor heeft mij naar twee de dingen. Supermarkt gestuurd voor schoonmaakdoekjes, cola zero en kaarsen. En ik kom met dit thuis. Oh my god, ik schaam me dood. Wat? Ik durf het niet eens meer te zeggen gewoon. Ja, maar dat ligt echt aan die kar. Je gaat gewoon automatisch drinken. Je denkt, oh, ik heb dit nog nodig. Oh, ik wil nog kipfilet. Oké, okay. Hoeveel heb je uitgegeven? 46 euro. Je ziet echt dat wij zeg maar niet echt wekelijks boodschappen doen en dan in één keer heel veel halen. Maar gewoon bijna dagelijks in de supermarkt gaan. Dat is echt heel erg slecht. Ik weet het, maar daar moeten we echt wat mee gaan doen. En op zaterdag is mijn manager bevallen van een heel schattig meisje. En ik wou echt gelijk een cadeautje halen. Ik kan natuurlijk nu niet langs gaan. Coronavirus. Ik kan niet even op kraamvisite. Dus ik dacht, ik ga gewoon een cadeautje kopen online. En dan laat ik het gewoon bestellen. En dat heb ik eigenlijk ook gedaan. Ik heb een cadeau besteld. Ik heb bosbloemen besteld met een beertje. En nog zo'n ballon erbij. En het heeft me 50 euro gekost. En die is maandag bij haar bezorgd. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Voor de rest ben ik zaterdag weer naar kantoor gegaan. En dan ga ik altijd meestal langs de McDrive. Want normaal gesproken ga ik langs de Starbucks. Maar die was toen en zij is gesloten. Nu heb ik gewoon weer Starbucks met amandelmelk. Cappuccino met amandelmelk, mijn vaste bestelling. Maar toen ben ik langs de McDrive gegaan voor een cappuccino. En dat heeft mij 2,95 euro gekost. En zondag heb ik 0 euro kosten gehad. Ik denk dat wij gewoon thuis waren gebleven. Thuis hebben gegeten. Geen boodschappen hebben gedaan. Niks hebben besteld. Echt een topdag. We hebben op maandag echt heel veel uitgegeven, zie ik. En op woensdag. Ik ga even berekenen hoeveel wij in totaal hebben uitgegeven die week. Oké, jongens, ik heb het berekend. Het is echt best wel veel. Ik dacht echt dat het veel minder zou zijn. Ik heb het berekend. Ik heb echt 2 keer opnieuw gewoon berekend. Maar ik kom uit op een bedrag van 470,59 euro. In een quarantaineweek. En dan heb ik het nog niet eens over vaste lasten of wat dan ook. Het zijn gewoon de extra kosten die daar bovenop komen. En ik schrik er best wel van. Dat is echt best wel veel. Maar ja, goed, daar moeten we natuurlijk wel rekening mee houden. Dat ik bijvoorbeeld die week nog een nieuwe concealer heb gehaald. Een nieuwe blender hebben wij gekocht. We hebben... Ja, ik heb natuurlijk ook een nagelset gehaald. Alleen van 80 euro. En ik heb ook nog een cadeau gehad voor Lisette. Het zijn allemaal dingen die zeg maar allemaal... Ja, het zijn allemaal zeg maar eenmalige kosten die dan even opstapelen die week. Maar volgens mij als ik die kosten eraf haal, valt het echt wel mee. Dan bespaar ik even kijken 130. Ik denk echt dat wij iets van 250 aan eenmalige kosten hebben. Want dit is echt bizar veel. Ik ga echt zo vragen aan Nessie hoeveel heidingen we hebben uitgegeven. Maar ik had het echt niet verwacht. Hi Nes! Nes, kom gewoon letterlijk net binnen. Nes, kom eens. Kom maar dan. Je weet dat ik toch in een week... Shit. Wat? Dat is er allemaal uitgevallen. Sorry. Ik zeg niks. Je ziet ook alle namen wat erop staat. Ja? Weet je nog die week dat ik heb bijgehouden wat wij allemaal hebben uitgegeven? Dat je elkaar mij moest doorgeven wat je hebt uitgegeven? Ja. Weet je hoeveel wij hebben uitgegeven die week? Nee. Wat denk je al? Maak een schatting. Eén week. Ja, één week. Was één van de... Ja, volgens mij eerste of tweede week van quarantaine. Ik zeg de 350 euro. 350 euro. We hebben die week ook zeg maar een blender gekocht en... 400 euro. Nee, je hoeft niet omhoog te gaan. Oké, maar... 350 euro. Ja? Weet je zeker? Ja. 470,59 euro. In één week? Dat is bijna 500 euro. Jesus, fuck. Maar ja, ik heb al gekeken, maar weet je, we hebben een blender gekocht. Gaat alleen dan was 100 euro. Ja. En ik heb nog zo'n nagelset gekocht, maar dat koop ik maar één keer voor 80 euro. Mm-hmm. Dus als we dat niet hadden gehaald, dan... En ik heb die week nog een cadeau van Lisette gehaald. Ja, niet iedereen gaat bevallen elke week. Klopt. Dus eigenlijk... Valt het nog mee? Nee, ik wil echt niet zeggen, ik schrik het best wel 500 euro. Ja, maar je geeft dus, niet elke week dat is, als ik het zo moet berekenen, hebben we in een maand dan 2000 euro extra kosten. Nee. Dat klopt niet, toch? Nee, dat kan niet. Nee, dat zou niet kloppen. Maar ja, goed. Ik heb er zo'n week bijgehouden wat ik heb uitgegeven. En bij ons was het dus 470,59 euro. Nou, wij gaan leven op brood en water. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Ik heb hem even tussendoor gewoon opgenomen. Er komen waarschijnlijk wel meer extra video's aan. Ja, dat was het. Ik hoop dat jullie deze leuk... Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden en dan zie ik jullie heel graag bij de volgende weer. Doei!